Goeiedag lieve mensen, we zijn vandaag zondag 5 december en ik zal voor jullie dus weer een weekboodschap trekken en dit keer uit de tekst van de dagelijkse leiding van de engelen van Doreen Virtue. En we zullen dus eens kijken wat de weekboodschap wordt, dus voor de week van 6 december tot en met 12 december. Wat is er dus deze week belangrijk voor ons? Dus voor iedereen die deze video bekijkt, trek ik dus deze boodschap. Ik ben benieuwd wat de boodschap wordt. Het duurt een beetje lang vandaag. Maar geduld is een lieve deugd, zeggen ze. En dat is ook zo. En ik heb dit kaartje getrokken, een hele mooie. Spelen. Mijn lief, nu is de tijd aangebroken om je werk even opzij te zetten. Maak je geen zorgen. We zullen erop toezien dat de dingen die moeten gebeuren ook gebeuren. Speelsheid, vrolijkheid en gelach zullen je energieniveau verhogen, zodat je weer met een vernieuwd perspectief en met meer energie naar je werk terugkeert. Dus deze kaart nodigt ons uit om plezier te maken. En dat is nu echt wel nodig, want het zijn geen gemakkelijke tijden nu. We worden met van alles geconfronteerd, met angst, met zorgen. Het zijn ook de duisterste dagen nu, de maand december. Het worden de donkere dagen eigenlijk. Dat zien we zelf ook al als we naar buiten kijken soms. Nu schijnt de zon, maar ja, vaak is het grijs en mistig of regent het. Dus ja, soms werkt dat ook wel even op ons humeur. Maar de engelen vragen vooral om te blijven plezier maken. Te blijven lachen, te blijven spelen. Dus doe iets waar je echt heel blij van wordt. Ga spelen met je kinderen of je kleinkinderen. Ga eens een vriend of een vriendin bezoeken. Zorg dat jullie een leuk gesprek hebben of eens goed kunnen lachen. Misschien kan je een leuke film bekijken, een grappige film, misschien een comedy, waar je dus ook weer kunt om lachen en ook weer plezier hebt, want dat is nu echt wel heel belangrijk. Lachen en plezier maken is heel goed voor onze gezondheid. Het verhoogt ook onze trilling. Als onze trilling verhoogd wordt, dan zijn we ook minder vatbaar voor infecties en ziekten. Want een verhoogde trilling is heel goed voor je immuunsysteem. Dus het is echt wel heel belangrijk dat je je vibratie hoog houdt en heel veel plezier maakt en lacht. Want dat is echt wat de engelen ons vragen, om echt te blijven lachen en plezier te maken. En dan ga ik ook nog drie keuzekaartjes voor jullie trekken. Dus waaruit jullie dan ook weer een boodschap kunnen kiezen. Een persoonlijke boodschap dan. Dat was een algemene boodschap voor ons allemaal. Maar dan kan je ook nog zelf je kaartje kiezen. Die dan nog beter bij je aansluit. Dus kaartje nummer 1. Dan hebben we kaartje nummer 2. Daar wacht ik op. Ja, dat is kaartje nummer 2. En dan nog kaartje nummer 3. En deze. Voilà. Dus dat is kaartje nummer 1. En dan hebben we kaartje nummer 2. En kaartje nummer 3. Dus welke kaartje spreekt je nu het meeste aan? Kaartje 1, kaartje 2 of kaartje 3? Het is een beetje moeilijk. De weerspiegeling zit er een beetje op. Dus kaartje 1, kaartje 2, kaartje 3. Je kan ook, je hoeft er daarvoor niet naar te kijken. Je kan ook gewoon een bepaald getal in je hoofd hebben. Nummer 1, 2 of 3. Dus dat kan ook natuurlijk. En dan zal ik ze alvast eventjes bespreken. En dat is kaartje nummer 1. Wet van de aantrekking.
Elke gedachte is een investering die onmiddellijk dividend uitbetaalt. Dus investeer met wijsheid. Je hebt zelf de kans om je gedachten uit te kiezen en plaats ze daarom op één lijn met liefde, vrede en harmonie. Als je het aan ons vraagt, zullen we je energieniveau op een soepele wijze in overeenstemming brengen met hogere frequenties. Dus ja, deze kaart gaat er eigenlijk over dat wat je denkt, manifesteer je eigenlijk. Wanneer je dus voornamelijk negatieve gedachten hebt, zal je dus rondom je merken dat je veel dingen opmerkt die negatief zijn. Of misschien zie je dan niet echt hetgene wat je wil. Misschien verlang je iets helemaal anders. Maar is het in de realiteit niet zo? Misschien is dat ook omdat jij er negatief over denkt. En misschien denk dat je het niet waard bent of niet verdient, maar dat stuur je natuurlijk ook uit. Als jij dat denkt, stuur je dat uit naar het universum. Dus dat krijg je terug. Dus wanneer je negatief denkt, dan ga je ook het negatieve aantrekken. Dus het is heel belangrijk dat je dus je gaat focussen op het positieve en op wat je wil bereiken. En het is niet alleen genoeg om te denken aan wat je wil bereiken of aan het positieve. Het is belangrijk dat je er ook in gelooft en dat je dat op hetzelfde niveau houdt. Dus je denkt bijvoorbeeld iets dat je wil bereiken of iets wat je graag zou hebben en dan geloof je daarin en vertrouw je daarop dat het naar je toe komt en weet je dat je geholpen wordt. En wanneer je het zo op hetzelfde niveau houdt en je daarop focust, dan kan je dat in werkelijkheid manifesteren. Veel mensen hebben moeite met het manifesteren, maar dat komt vaak omdat we bijvoorbeeld een gedachte hebben van iets dat we willen bereiken en we geloven erin. En dan plots, het gaat helemaal goed, maar dan plots zakt het weer naar beneden, je curve, als het ware. Wanneer je bijvoorbeeld even de moed verliest of even weinig geduld hebt of het moeilijk hebt om te geloven dat het naar je toe komt. Of misschien heb je wat weinig zelfvertrouwen waardoor je dus ook weer gaat twijfelen. En curve die dus naar beneden gaat, die... Dat moment waarop je dus weer gaat twijfelen of dat moment waarop je weer negatief gaat denken, dan trekt dat die energie naar beneden, waardoor het proces dus vertraagd wordt. Dus het is belangrijk dat je echt wel gaat gaan focussen op het positieve. En dus dat het constant blijft. Dat je dus blijft geloven, dat je dus... echt wel denkt of weet dat je het verdient. En dat weten ook dat je geholpen wordt. Ook geduld is heel belangrijk. Dus dat is wat kaartje 1 ons zegt eigenlijk. Wat je dus denkt of zegt, dat trek je dus ook aan. Dus wees daarop alert. Dus wat je denkt of zegt. En probeer het ook gelijk te houden. Zorg ervoor dat die negatieve dalen er dus niet meer in voorkomen. Zo zal het dus ook rapper naar je toe komen. En dan hebben we kaartje nummer 2 en dat is deze. Geven en nemen. Het gehele universum werkt via kringlopen. Net zoals je inademing en uitademing. Als je alleen maar uitademt, heeft, of alleen maar inademt, neemt, werk je uit het ritme van het universum. Om jezelf van een optimale gezondheid en energie te voorzien, is het noodzakelijk dat je ademhaling goed in evenwicht is. Dus deze kaart is inderdaad een teken dat je oftewel te veel heeft of te veel neemt. En wanneer er geen evenwicht is daarin, dan gaat het fout. Wanneer je bijvoorbeeld altijd maar heeft aan andere mensen en... dan raak je uitgeput. Wanneer je bijvoorbeeld niets ontvangt of wanneer je moeite hebt om dingen te ontvangen, dan raak je dus uitgeput. Hetzelfde dus als je altijd maar neemt van andere mensen, dan op de duur ga je daar ook een gevoel
Het gaat ook niet kloppen voor je. Misschien dat het, ja, dat je wel uitgeput bent van te geven. Van altijd maar te geven, dan van te nemen. Maar op de duur, ja, komt dat ook niet goed. Het is heel belangrijk dat je altijd... Want ik zocht eigenlijk een voorbeeld, ik kwam er niet echt op. Maar als je bijvoorbeeld altijd maar neemt en ontvangt van andere mensen, dan zal het zich ook tegen je gaan geven. Bijvoorbeeld die mensen gaan het ook niet pikken, dat jij dus altijd, altijd maar neemt. Het is belangrijk ook dus voor hen dat je dus ook even teruggeeft. Dat je dus ook even je hulp aanbiedt. Of iets, ja, iets doet in de plaats voor hen. Dus het is altijd heel belangrijk dat er een evenwicht is tussen het geven en het nemen. Dus let daar eens op. Dus wat bij jou overweegt, het geven of het nemen. En probeer er iets aan te doen dus om dat in evenwicht te brengen. Dus dat is wat kaart nummer 2 ons zegt. En dan hebben we kaartje nummer 3. En dat is deze, energiewerk. Het leven kan een elektrisch spanningsveld zijn, omdat het in essentie uit energie bestaat. Je lichaam is een wonderbaarlijk energieveld dat positief reageert op liefdevolle behandeling. Je handen en hart zitten vol energie om aan degenen die je lief hebt en aan je cliënten te geven. Ja, deze kaart gaat inderdaad over het werken met energie. En het kan inderdaad wel zijn dat jij een professionele heler bent. Of misschien heb je het in gedachten om inderdaad dus misschien een cursus te gaan volgen. Waardoor je dus ook kunt werken met energie en zelf een praktijk opstarten daarin. Waardoor je dus mensen kunt helpen. Het kan ook zijn dat je zelf met je energie kunt werken. Want iedereen heeft helende vermogens. Wanneer we pijn hebben, kunnen we bijvoorbeeld met onze handen ergens op te leggen. Bijvoorbeeld als je buikpijn hebt, dan ga je de neiging hebben om bijvoorbeeld je handen op je buik te leggen. Dat kan helend werken. Misschien verzacht dat wat de pijn. Ook spierpijn, als je daar je handen op legt, dan kan dat ook wat helpen. Dus we kunnen eigenlijk onszelf helen. Het gaat misschien wat trager dan dat je bijvoorbeeld medicatie neemt. En je ziet niet onmiddellijk het resultaat misschien. Maar toch helpt het echt wel. Het kan ook zijn dat je dus dat deze kaart je wil vertellen dat je dus naar een professionele healer mag gaan. Misschien kan die persoon jou beter op weg helpen om jezelf te helen. Of bijvoorbeeld jou te helpen met een bepaalde lichamelijke of mentale klacht. Dat kan natuurlijk ook. En deze kaart is ook een teken van alles is energie. Zoals ik al zei, als je dus de eerste kaart die ons dus zei van de wet van de aantrekking, deze, dat is ook energie. Dus gedachten en woorden, die zijn dus ook energie. En ja, het heeft eigenlijk, sluit ook een beetje aan bij de eerste kaart. Dus wat je uitzendt, krijg je terug. Dat is ook zo wat er nu een beetje speelt. Ook bijvoorbeeld negatieve gevoelens, zoals angst bijvoorbeeld. Er is dus heel veel angst nu in het collectief. En deze angst die kan ook op jou inwerken. Ook al ben je zelf niet angstig, misschien... Voel je soms somber of angstig, zonder dat je eigenlijk enige reden hebt. Dan kan dat ook zijn dat je dus de energie opvangt. Als hooggevoelig mens ga je dat ook rapper doen. Dus dat je de energie opvangt van iemand anders, waardoor je dus ook slecht kunt voelen. Of waardoor je energie dus verlaagd wordt. Je kan je ook somber voelen of... Ja, plots gevoelens krijgen waarvan je niet weet van waar ze komen. En dan kan je bijvoorbeeld aartsengel Michael vragen om je energieveld te zuiveren van alle negativiteit die er dus in zit. En ook vragen dan ook om een mantel van bescherming om je heen te leggen. Zodat je dus beschermd wordt tegen negativiteit. Dat is wat kaartje 3 ons zegt. En dit waren dus alweer de boodschappen van...
deze week. En ja, ik wens jullie alvast een hele fijne week toe. En tot volgende week. Daag!